Oké, visual alarm is active. Natuurlijk even het like factor omhoog en de motor factor. Doen we met deze ook. Zo. Let's see. Dan gaan we even een kaartje erbij pakken. Hans, goedenavond. Let's see. Train number C620. Origin is Newport AD. Wagons, en het is van Transrail. So, that one should be live, the map should be live. You can follow me right along if you want. Let's see, and then... Hello driver, you're currently awaiting the road at Newport ADJ. As soon as you receive it, you may move off and head for Crystal Temple Meets. Before that though, do remember to set up the NRN radio to area 40 and the maximum permitted speed is 60. Dus dan hebben we die doen we aan. Radio aan natuurlijk. En 40. It rains a little bit. Okay. Natuurlijk de lights off. Even kijken, let's see. Die release. Het regent in ieder geval. Samson, goedenavond en welkom. Collega Hype. Oeh, is het nog wel meer wat hier staat? In ieder geval Transrail. Driver John Elliott. Dat ben ik niet, maar goed. Nog een Transrail. IWS. Oeh, we hebben hoppers met kool bij ons. Trusting. Oeh, mainline repaint. En nog allerlei andere dingetjes. HST hype. Even kijken, wij mogen gaan, dus let's go. En natuurlijk is het weer natuurlijk tijd voor full clack. Beetje wielslip. Beetje veel wielslip. Verontreiniging. Hoort erbij, Cleo. Hoort erbij. Dat mag.
Maar het regent gigantisch. Slecht zicht. We gaan naar links. 27 miles to go. We come from here, Newport. Storage yard. The goods loop. Alexander Dock. Right along here. And then somewhere here is the tunnel. After the tunnel, a few twists and turns into Bristol Temple Beach. It is very dark in here. Too bad it isn't train symbols. Fifty-two in regional railway livery. Still green. Slowly working our way up to 40. Very silent wagons. Very silent wagons. A little bit less. No power at all. That's better.
typical British weather today. It's raining. Savage Warrior 87, good evening and welcome. Raining. We're not going right here. We're going straight on. Let's pass some another docks. Glanvern Works Exchange. Interesting. A lot of sightings. I still don't know why these wagons doesn't make any sound. Maybe I need to reinstall the packs. Maybe the sounds got a little bit lost or something else. On the 57 screenshots. Ooh. Is it me or is it getting lighter? More power. Hypnotiseren die ruitenwis. Kartlijn Christ, Crips, good evening and welcome. Goedenavond en welkom. Somebody ordered some clank. Puffing away. I really like these locos.
AP did some awesome job. Yeah, maybe after the 156, I think it's ready to be released very soon. Because Armstrong has been posting a lot these past days, and today all of deliveries has been posted. That is maybe 1 or 2 days, or maybe the same day that the pack is released. Maybe the next one will be the 37 pack volume 2. We will see. It's not going fast. What is the maximum? At least currently, we can never go above 60. The steelworks. Somebody needs some steel? And you can come here and pick some up. Very quiet. It's a little bit too quiet. Oh no, we didn't change tracks, we're going around here. Alright. Going up a small hill, over the line, and then back down. Of elevation height. Alpha Line. Maybe with some ex-regional livery. Just slap a sticker on the side and it's worth driving for another company. Screenshot is met een C, Leo. Yeah, it's a counter for subs and high only.
Speeding way too much. And not speeding. You were just imagining it. Little bit of a jump. 18 miles still to go to Bristol Temple Meads. We're currently driving here. We have a single yellow. Not even a double one. I don't know when the next signal will be. It's in a little while. We still have to go through the entire tunnel. So that would be interesting to see if we can make it out of the other side. Because we have a fairly heavy train. There's the coming signal, and is it red? It is red at the moment, so start to break a little bit. A little bit more. I think we're waiting on another train that is either crossing the tracks or maybe something that is coming up. Full service. Or maybe we are going to change tracks. That is also a possibility. Now we're going through the 7 tunnel junction station. And that stopper is before us. And that's one. Yes. Maybe yellow. Need to wait before the brakes are released and then we can pull out. It takes a while before we are up to speed. You can hear the fan going. Maar je kunt de ventilator kun je horen gaan op de achtergrond.
vragen aardig wat voor deze lok op dit moment. Ik hoop dat mensen de ramen dicht hebben. I think I see a yellow for our signal. Yes, we do have yellow. AWS. Not for us. We're going downhill and it is still a red signal. Let's approach it really slow and maybe it turns yellow. Hans, als je met ETS 2PS zijn, rijden we dan altijd door rode licht. In principe, als wij een livestream doen met multiplayer, dan rijden we in principe door rood licht. Dat is hoort eigenlijk niet, maar je kunt op de radar zien of er tegen mensen aankomen. Dan stoppen wij, zeg maar. Maar als er niemand aankomt, dan gaan we gewoon door. Want dat is gewoon zonde om te wachten, want je hebt toch geen AI die je tegenkomt. En dat doet in principe iedereen. Maar je hoort natuurlijk normaal wel te stoppen. Is ook toevallig Railway is op tv met Engelse routes. Oeh, Railway hype. Stuck here before the signal, because the next signal is here, and that is in the tunnel, or not yet. No, it's not the tunnel. Maybe it is the tunnel. Anyway, we can go. Ik heb trouwens ook gelezen dat Railway is genomineerd ergens voor. Gouden televisiering of zoiets of zo. Zou geweldig zijn. Heel erg leuk om naar te kijken. Ik ken iemand die houdt absoluut niet van de manier van praten wat ze doen in die show, maar ik vind het op zich niet erg. Laten we zo zeggen, niemand kan dat zien. Kan dat signaal meer zien. Kan dat zijn meer zien. Nobody can see that signal, it's covered in black soot from the smoke. Let's go into 7 tunnel. With full power on. It's a little bit dark.
Rijden nu naar Waxford. Oh ja, dat kan. Ik ken niet elke episode aan mijn hoofd. Ik heb volgens mij al een hele. Ik heb een hele tijd Railway. Ik heb ze gekeken altijd. Toen waren ze al eens een keer. Toen ik per ongeluk TV keek. Zeg maar dan. Ik heb ook al eens een keer opgenomen. Maar ik kijk er eigenlijk niet. Want er zijn niet zo heel veel. De nieuwe heb ik allemaal al gezien. Crap, we speeding. 60 is al maximum. You really can't see anything in this tunnel. Prince of Wheelbridge. Once we see the blue lights, we're going to start to climb out of the tunnel. And we have reached the deepest point. As you can see, the curve is going up. Power, and we will see at which speed we exit the tunnel. Dus we zullen zo meteen wel zien hoe snel wij nog rijden als we de tunnel uit zijn. Ik heb geen idee, volgens mij zouden we wel een. Misschien eens of 40. English stones. Zijn die blauwe lichten voetballen? Volgens mij zijn die blauwe lichten geven aan een enkele wanneer je de bodem bereikt en een dubbele wanneer de klim begint, zeg maar. Krijgt je dit dat het is? So maybe the blue lights mean that a single one you reach the end of the. Curve down, and double lights means up. As you can see, we've reached 48 miles an hour, and we're on full power. There is the end. Still climbing. Still raining. When doesn't it rain in the UK? Filling main up.
Ik dacht die Robins Nieuws was een route aan het testen. Die is nog niet uit, Mickey. Hij is alleen in pre-order op dit moment. En in september komt hij uit. Maar je zou bijna kunnen zeggen, zwart, want als je in de tunnel zit. Maar ik kijk er echt naar uit. Het is een mooie extensie. Hij werkt voor zowel de Steam versie als de losse versie. Die ik bij VR heb gekocht, dus is alleen maar mooi. Ten miles to go. Almost reaching another station. Filming platform 1. Which is about here. It's a little bit of a desolate station. Ik ben trouwens benieuwd of de Duitsers al hebben geklaagd over de route. Over de prijs. Want het is in principe een extensie. 52 kilometer maar. Een paar nieuwe SS. Of in ieder geval nieuwe SS wat zij gebruiken. De rest die komt eigenlijk al mee. Dus. Ik ben benieuwd of de Duitsers het lagen voor 25 euro. Think New Fly New heeft een volledige review op YouTube al zo hem die gekregen hebben dan. Ik denk het. Want ik heb gisteren. Ik heb gisteren op de website gekeken en in principe is dat gewoon een. Is je opname, dat is op jointogether.de en ik heb mijn caps lock aan staan. Accepteren natuurlijk. Is er ook nog ergens de shop of zo? Pre-order now with discount. You're going to pre-order a product with a discount. This product is not available for direct access after release. The stamp you would be noticed via email. Dus inderdaad, het zou even duren voordat hij uitkomt. Maar ik ben benieuwd. Het zou wel een leuke extensie zijn. Want op zich, als je vergelijkt, is de Constance-Willingen-route een zeer leuke route om te doen. En het is een stuk wat eigenlijk heel iconisch is wat zij nu uitbrengen. En dat ziet er heel erg raar uit. Sorry Mickey. Het is gewoon een automatisch bot. Maar ik snap... Ik zal wel even doen. Zo, dus moet het nu wel werken. En we gaan nog steeds omhoog. Ik heb nog steeds full power en dan gaan ze nog steeds langzamer. TBRW 2019, good evening and welcome. Zouden we ook connecties hebben? Je ziet dat wel vaker, is bepaalde grote YouTubers of Twitch streamers, die krijgen al van tevoren krijgen die dingen al.
In principe ook wel, in principe ook wel leuk. Maar... Laten we zo zeggen, iedereen wil hem hebben. Ah, we moeten toch voort zien gaan, dus. Miles to go. We're not far away from Bristol Temple Meads. Yellow and a feather. Nu versnellen we in één keer. Klinkt niet goed dat ik. Maand van tevoren, dan is de verrassing er wel af. In principe wel. Wat ik het liefst zou willen zien als zij bijvoorbeeld previews doen of wat dan ook zo van. Doe dan ongeveer een maand van tevoren of zo. Maar doe dan niet een review van alles. Laat dan een klein stukje zien als je preview doet. Maar voor dat soort producten of bedrijven, bijvoorbeeld een pre-order, doe dat een week van tevoren of zo. Driving 40, 4.9 miles to go. Still raining heavily. The rain has picked up again. Just we're waiting the installation of TS90 to finish. Ooh, that can take a long time if you have a lot of add-ons. Also third-party add-ons. After that you need to install those and so on. Volgende week weer in september, dus dat weet ik nog. Ja, maar ze hebben ook niet gezegd wanneer in september, hè? Dus het kan begin september zijn. Het kan half september zijn of eind september. Op enigszins hoger begin september. Dat is zo'n 50, hè?
will only take a few minutes to have a super. Well, it doesn't only depends on if you have a fast computer or maybe a little bit slower one. It all depends on the internet speed and so on, and how much add-ons you have. For example, I have almost a complete Steam collection on my system, and it takes about 2.5-3 hours with maximum download speed of 25 down, which is about 200 megabytes down. It takes about two or three hours to come fully install. And then I need to install all my add-ons, and if I'm going to reinstall Train Sim, it would take about 1 day, 2 days before it's fully installed. So I generally don't do that. But sometimes it's necessary. I always have a third-party backup copy so that I can just copy over all the files needed. Daniel, goedenavond. Limits, then after that a quick 25 into Bristol Temple Meads, and it seems that the rain is clearing. A bit of over speed, not much. Going to park this thing inside Bristol Temple Meads. And I have 12 add-ons. Well, then it shouldn't take all that long indeed. I have about 400 or so, 450 maybe. Even stuff that isn't available anymore, either has been taken offline, of off sale, or maybe some US add-ons. But it's the Temple Meads, here we are. Exshooter, goedenavond en welkom. How many there are in total? If you have about, if you can, you can look that up on the website from Steam. It should be about 500 maybe.